Ik ben nog steeds zoutig over wat er in de vorige aflevering is gebeurd. Stomme wolvenmimo, stomme wolflink, stomme wolvenmimo, stomme Hadenus! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD! Ik ben er weer, trainer Stevie terug met een nieuwe video. In de vorige video hebben we uitgeprobeerd wat de Cave of Shadow is. Die alleen maar te unlocken is op het moment dat je de Wolflink amiibo hebt. En ben ik erachter gekomen dat dat alleen nog op een teleurstelling is. En dat ik dus niet dat hele gebeuren ga doen. Aangezien dat de reward nogal zinloos is in mijn mening. En wil je de reward weten? Ja, ik heb al een spoiler waarschuwing gegeven in de vorige. Dus dan moet je even naar de vorige video kijken. En daarin zeggen we het. In deze aflevering gaan wij nergens anders naartoe dan naar het kasteel. Want we zitten ondertussen al op zoveel parts. Er moet een einde aan komen. Ik krijg een request binnen van dat mensen weer willen dat ik Mario ga doen en noem maar op. En Terraria die draait ook nog steeds en ze willen weer Minecraft zien. En het grappige is, de volgende projecten, ik ga het niet meer voor me houden. Ik wil het jullie ondertussen laten weten. Er is een Minecraft project die ik wil gaan starten. Er is een Mario project die ik wil gaan starten. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte en dan moet ik stil zijn in verband met de cutscene. Hoi. Je ziet eruit als een muppet. Je verandert in een stuiterbal? Midna? Hoi Midna! Wij zijn vriendjes, toch? Midna verandert in een spin. Midna, het was allemaal een droom. Het was niet echt. Oké, vooruit dan. No. Pom 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 Oké. In ieder geval, dat was dus het schild. We gebruikten de magie van de voorvader. Dingen gebeuren. En kunnen dus nu Hyrule Castle betreden. Oh, Zelda. Ik ben thuis. Oh, crap. Ik dacht dat het een automatische deur was, maar... Het is wel handig dat ze de deur niet op slot hebben gedaan. Ik bedoel maar, als Ganondorf nou die deur op slot had gedaan, dan hadden wij niet binnen kunnen komen. Ik bedoel, waarom zou je een barrière neerzetten als je gewoon een deur op slot kunt draaien? Kennen we dan lockpick of zo? Dit gaat helemaal nergens over, sorry. Oké. Nou, hallo Hyrule Castle. Leuk om je weer te zien. Dus, we hebben wat vogeltjes hier en het regent. Het lijkt wel Breath of the Wild, waar het ook... Ik moet mijn mond houden over Breath of the Wild. Sorry jongens, Breath of the Wild, dat is zo... Dit gaat zo ramp worden. Hoi. Dit gaat een ramp worden. Oké, jongens, ik zal jullie alvast beginnen te vertellen. Voor de mensen die Breath of the Wild spelen, ik bedoel, controls zijn geen spoilers, maar... Je zwaard gebruiken. Je zwaard gebruiken, dat doe je hier op B te drukken. Dat zien jullie ook daar rechtsboven in de hoek. Bij Breath of the Wild is het ei. Dus, dat is al een issue. Bij Breath of the Wild heb je een springknop. Die heb ik ingesteld... Op B. Bij default is het X, maar ik heb die op de andere gedaan. Hoe deed ik dan ook alweer? Nee, dat is... Oh ja, mijn A deed hier. Ik ben zo de controls gewend van Breath of the Wild. Dat dit gewoon problematisch kan worden. Oké, ik kan nou niet zelf wegspringen. Ik moet dus op A doen om te soort van springen en stuff. En oké, dat komt wel goed.
Ook zoiets. Normaal gesproken kun je alles beklimmen in Breath of the Wild. Want dat is in de trailer geweest. Dat is ook niet echt spoilers. Ik probeer dus nou dadelijk de hele tijd een deuren te klimmen. Of op muren te klimmen en op bomen. Dit voelt zo apart als je te veel Breath of the Wild hebt gespeeld. Dan was dat ook de reden geweest waarom dat er een groot gapend gat heeft gezeten in mijn uploadschema. Ik bedoel, in mijn uploadschema, ik wou dus inderdaad heel erg veel uploaden. Maar Breath of the Wild heeft me echt bezig gehouden. En daarvoor wou ik dus zoveel mogelijk Breath of the Wild gaan doen. Wat krijg ik nou toch eens? Krijgen we nog meer van die... Volgens mij zijn dit de moblins. Hi moblins. Tenminste, ik denk dat dit moblins zijn. Die zijn nog niet meer dan master slaan. Dan ben ik... Oh, ik deed de supercharge. Dan schreeuwt hij ook lekker harder. Hallo. Finishing blow. Oké. Waarschijnlijk moeten we er nou een hele lading hier verslaan. Ik zeg serieus, het voelt een beetje als Hyrule Warriors. En nou kan ik de super slice niet meer doen. Daar zag ik eens eventjes, hè. En ik was vergeten, dit spelen we natuurlijk nog op Hero Mode. Dus daarom neem ik nou inderdaad één hartje schade. In plaats van een half hartje. Wat? Nou ja, ik hoef in ieder geval niet meer bang te zijn tot er spoilers gebeurt. Want in Breath of the Wild, daar kunnen sommige klappen nogal spoilers bevatten. Dus, op zich hoef ik me niet thuis zoveel zorgen over te maken. Oké, de barrier is weg. Moet ik naar deze kant op? Ik denk het wel. Of komen we daar net doorheen? Hè? Ik heb nog geen wc-papiermap. Volgens mij gaan we daardoor... Zijn we daardoor gekomen? Nee, ik wil wel... Oh. Hier heb je de map door gewoon op je gamepad te kijken. La 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 la. Sorry jongens. Sorry. En voordat ik de vraag weer 300 keer ga krijgen. En wat vind je nou eigenlijk van Breath of the Wild? Breath of the Wild. Ik vind het geweldig. Er is alleen één kleine maar. Oh nee. Jawel, er is wel één kleine maar. Jullie weten mij. Ik ben ook steeds eenzelfde player. En mijn naam mag dan wel veranderd zijn. Maar ik heb heel veel Zelda games gespeeld. En ja, jullie weten van mij, er is één ding wat ik heel erg belangrijk vind in The Legend of Zelda. En ik wil er niet te veel over zeggen in verband met, jullie kennen mijn verhaaltje van spoilers! Dus ik wil er niet te veel over zeggen, maar er ontbreekt één ding in. Ik bedoel, het is een hele grote open wereld. Er is extreem veel te doen in die open wereld. Daar ben ik ook zeker heel erg blij om. Makker, jij bent een goblin of iets, dacht ik. I have come to play! Ja, dat is leuk. Ik herinner me nog dat je de vorige keer boos op mij was. Goed, dit gaat heel erg interessant worden. Want dan moet ik me dus eigenlijk een beetje gaan herinneren hoe dat ik dit ook weer deed. En dat is zo. Oké. Okay. Oh. Jump attack. Oh. Oeh, dat deed pijn. Hi. Even kijken. Dus zo... Oh, nee. Oké. Okay. Ik doe dit nog een keer. Oh, nee. Dat ding van jou, dat doet pijn. Hai. Dit is de manier waarop we hem willen bevechten. Je wil gewoon een paar keer een, backslash doen. Backslash! Dat klinkt als Shulk. Hoi. Kom maar. Nee! Oké, dan gaan we weer een backslash en dan gaan we jou weer een paar keer steken. Oké, ik weet dat jij dadelijk weer in één keer vloes gaat doen. Hier, heb je die truc van zand geleerd? Ja, dan moet je wel mee uitkijken, dan word je duizelig van. Ah, that's so not fair! Au! Nee, nou raakt hij mij, dat is niet eerlijk. Ik bedoel, that's so not fair! Hij is wel een ballerina geworden. Dat jij daar niet duizelig van wordt. Murr! Ja, ik heb je nou zo'n stem gegeven. Die zul je nou krijgen ook. Ik wist trouwens net dat je kon praten. Oh, die smiley face. Die smiley face. Oh. Enough. My ship sails in the morning. I wonder what's for dinner. Oh nee, wacht even. Dat waren de zinblokken. Dit is zo melig. Hoi.
I follow the strongest side. That is all I ever knew. I'm leaving. Screw this. Screw this Ganondorf and son business. Zappy, he spoke. Yeah, in the place gepraat. Dat vind ik zo geniaal van deze film. Ik vind dat een van de beste cutscenes ooit. Tot hij gewoon in één keer begint te wandelen tegen jou zo van... Jij bent waarschijnlijk toch veel sterker dan de gast die hier in dit kasteel zit. Dus genoeg. Enough. Sorry, ik vind dat nog steeds een van de beste dingen die er dus in het spel te vinden zijn. En sorry. Oh. Het blijft gewoon geniaal. Oh. Ah, en dit vind ik ook zo fijn dat ik hier nou gewoon lekker even zo overal lekker langs kan lopen. En gewoon lekker zo alle dozen gewoon lekker neer kan maaien. Ik bedoel... Jongens, het is zo moeilijk om er niet over te praten. In Breath of the Wild, dan weten jullie, daar hebben zwaar de durability. Ik hoop niet dat het een spoiler is, dat het wel een spoiler is. Het spijt me, jongens. Maar ik vind het zo heerlijk dat je hier gewoon lekker weer even zo doorheen kan maaien. Zo van... Oké, dat was awkward. Goed, maar we hebben dus een sleutel, dus we zouden dus nu het kasteel binnen kunnen. Dit willen we nog niet doen. Er is namelijk nog een gele roepie die ik op kan pakken, waar ik heel erg blij en natuurlijk om ben. Maar er zit namelijk ook nog een hele linker gebied aan het kasteel vast. En die wil ik zeker ook nog wel even onderzoeken om te kijken wat daar te halen is. En volgens mij was daar ook nog wel het een en ander te halen. Oké, niet zo'n hilarische cutscene als die we eerder hebben gehad, maar... Ik bedoel... Hoe dat het beest binnenkwam en dan ook nog eens mee raken, dat is niet eerlijk. Nou! Ik bedoel, serieus, de enige... dat schild dat hangt er vanwege deze beesten. Hoi. Laat ik deze aanval ook eens een keer doen. Ik heb hem nog niet echt vaak gebruikt en ik wou hem zeker een keertje laten zien. Dus, hallo. Nou, ontplof maar. Hoi. Jij hoort niet in het shot, serieus! Dat was eigenlijk best net wel hilarisch, ik bedoel... Ja. Goed, laten we maar eventjes gaan kijken wat hier te vinden is, maar... Ik wil echt niet te veel spoilen over Breath of the Wild, dus ik probeer er zoveel mogelijk mijn mond over te houden en... Oh god, ik moet met pijlenboog gaan werken. Goed, hebben we mijn pijlenboog geselecteerd? Nee, die heb ik niet geselecteerd. Oké, dus dan moet ik even... Hoi! Oké, dan ben ik eigenlijk best wel... Ik hou die aanval gewoon daar. Ik bedoel, ik druk nou zo vaak per ongeluk hierop. Oké. Maar ik moet eventjes mijn pijlenboog hebben. Dus ik doe heel even pauzeren. Dan kan ik heel even mijn pijlenboog even selecteren. Waar zit die? Deze pijlenboog die werkt zo awkward nou. Oké. Nee, ik wacht... Oh mijn god, dit gaat zo fout! Oh, kijk uit. Jongens, ik zit de hele tijd op de verkeerde knop te drukken omdat ik dus echt Breath of the Wild heb... Oh mijn god, dit is echt een ramp, jongens. Dat je gewoon als je Breath of the Wild hebt gespeeld, dat je gewoon weer helemaal aan de knoppen moet wennen. Ah! Waarom stond je daar nou niet dichterbij? Dat zou leuk zijn geweest. Oké, ik ken trouwens wel weer terug naar de minimap, want ik heb mijn pijlenboog hier nou gereed staan en ik heb meer dan genoeg pijlen, dus... Hoi! Dan weet ik niet meer of hier nou een secret to everybody zat, maar... Iets in mijn geheugen, dat zegt me gewoon dat je dit helemaal kon skippen, maar... Lekker belangrijk, we willen natuurlijk wel het meeste van het spel zien. En, to be fair, we hebben al de Cave of... Shadows nou geskipt, omdat er... Dat gewoon, ja, nogmaals, mijn mening daarover is gewoon van... Ik vind het heel erg lame hoe dat ze dat gedaan hebben. Sorry Nintendo, maar het is lame en dat weten jullie zelf ook. Dus, ja, en... Daar hebben die beesten staan. Die beesten die kunnen alles kapot mappen. Oh. Ik bedoel, dit is zo lang geleden dat ik dit gedaan heb. Het is echt lang geleden. Hallo... Moet ik dan helemaal hier omlopen om die beesten te krijgen? Yep, blijkbaar.
Oké. Okay. Nou ja, dan kunnen we in ieder geval wel fatsoenlijk alles slopen. Pas op voor die explosies daar, want dat doet heel erg pijn. Ruik natuurlijk niet tegen een muur aan, want dan ligt je beestje hier. Helemaal plat. Ik weet niet waar ik daar naartoe ging. Maar serieus, ik verzin de lyrics op het moment dat ik aan het spelen ben. En dat gaat nooit goed. Daar zijn jullie van op de hoogte. Oké, nou, in ieder geval storm lopen even verder hier naartoe. Even gewoon een pad maken tot we hier overal naartoe kunnen lopen. Ken ik jullie? Ik wou eigenlijk... Draai door! Oké, dat vind ik nog... Ik moet echt even stoppen met... ja, jullie snappen het al bij Breath of the Wild. Als je daar op X drukt, dan... ja. Oké, er zit hier een patroon in. Ik neem aan dat ik ze op een bepaalde manier moet raken met de boomerang. Of moet ik ze allemaal raken met de boomerang? Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5... Ik telde 6. Volgens mij kon je niet zoveel targets met de boomerang krijgen. Ja, dat doe ik toch? Oh, wacht, nee, het is deze. Dit is lock. Oké. Zo. En dan die laatste. Oh, wacht even. Nogmaals, het is lang geleden dat ik dit gedaan heb, jongens. Dus mijn excuses is als ik even een paar foutjes maak. Pakee, eventjes dit schoonblazen. Oké, we moeten... Ja, Midna, dat snap ik al. Oké, vooruit dan. Jij mag ook even wat screentijd hebben. Aren't you curious what's on the other side of the wall, Stapey? Ja, dat zeker. There might be a way in. Want to check it out? Zekers. Dus we moeten van de onderste middelste schuin rechts een lijntje maken. Oké, dus... Even kijken. Dan is het waarschijnlijk dat we die twee mogen missen. Negeren zelfs. Dus het is van hem naar hem. Nou hoop ik wel dat ik... Ik sta hier niet goed. Nee, dat wou ik niet. Oké, dus ik moet een beetje hier in het midden gaan staan. Dan kan ik ze wel beter draaien. Oké, dus we beginnen bij hem. Nee. Dit gaat nou heel vaak gebeuren, jongens. Mijn excuses. Dus we willen bij hem beginnen. Dit gaat echt fout. Mag ik alsjeblieft? Dank je. Oké, zo. En dan willen we schuin naar hem toe. En van hem willen we naar hem. We willen daar naartoe. Oké. Do it! Hey! Ik kan het! Zal ik alsjeblieft stoppen met op X te drukken? Oh, oké, wat krijgen we hieruit? We krijgen wc-papier! Oftewel, we krijgen natuurlijk de kasteelmap te zien, wat heel erg handig is, dus... daar ben ik op zich best wel blij om. En dan kunnen we dus zeker zien wat hier dus nog verder allemaal te halen is. Er zat volgens mij ook nog ergens een hidden key. Dat weet ik niet meer zeker. Dus wat ik nou ga doen, is we gaan gewoon hier naar boven toe. We gaan gewoon kijken wat we hier boven te pakken kunnen krijgen. Ah, dat geluidje als je gaat klimmen. Kunnen we daar iets? Nee. Hier nog iets? Nee. Gewoon hier de weg volgen dan maar. Ik bedoel, waarom ook niet? Hallo! Ik bedoel, we hebben nog niet het kompas, dus we kunnen nog niet alle kistjes zien waar dat allemaal kistjes zouden zitten. En is dit een kist? Oké, we zullen geen Piece of Heart meer tegenkomen, dus we zullen geen regeneration meer krijgen. Daarvoor zijn potions nu dus heel erg belangrijk. En we hebben de vertreurige Zelda stamp gevonden. Zelda is zo treurig dat ze zelfs met een traantje bij haar oog zit. Ach. Wat zielig. Maar goed, ondertussen ben ik dit weer een beetje beu. En ik denk dat jullie het weer ook al een beetje beu zijn. Dus, we hebben de sleutel.
Laten we maar richting de hoofdingang gaan. Ik denk dat dat de bedoeling die we op dit moment is. Dus even kijken, hoe lang zitten we in deze aflevering? 20 minuten? Het zou een mooi knipmomentje zijn, maar... Ja... Ik zou zeggen, laten we gewoon hier door naar binnen gaan. Gewoon doen. Sorry, ik vond die muziek gewoon heel erg mooi. Oké, dus we worden hier gelijk weer begroet door ik weet niet hoeveel van die... Ik denk dat dit eerder dan... Nee, dit zijn toch duidelijk de moblins? Zijn dit de bekooblins? Nee toch? Hoi. Dus we worden gelijk begroet door een hele lading van die beesten. En die mogen we dus in old-fashioned stijl van... In old-fashioned stijl mogen we dus hier ondertussen een heel zwaar gevecht hebben... met het hele welkomstcomité van The Legend of Zelda Twilight Princess in HD! Hoi. Er zijn er wel heel erg veel. Ja, dat is dan jammer. Moet je maar net niet op die rand gaan staan. En door al die vijanden te hebben verslagen, wordt een lamp aangezet. Daar ben ik blij om. Kunnen we tenminste zien waar we lopen. En komen de kistjes tevoorschijn. Waar zit dat kistje eigenlijk? Want ik heb niet echt gekeken welke kant dat die op... Oké, die zit daarboven. Nou, gelukkig voor ons zit hier ook een heel mooi trapje die daarvoor zorgt. En ik weet al gelijk wat ik met items heel eventjes ga doen. Ik ga er heel eventjes voor zorgen dat we onze dual shot, tot we dat op de X daar hebben. Zodat we dus inderdaad wel overal nou een fatsoenlijk naartoe komen. En die chandeliers, kroonluchters, die kunnen we gebruiken als... En daardoor vinden wij het kompas! Oh, sorry. Het kamp S! Dat is een oude grap, ik weet het. Maar goed, vooruit dan. Voor de mensen die dat nog steeds graag willen horen, zo. Dat, ik doe daar niet moeilijk over. Goed, dan kunnen we dus overal eindelijk onze kistjes zien. Dus kunnen we gelijk even kijken op de eerste vlog of we inderdaad wat kistjes hebben gemist. Ik zie... Ja, ik zie het. Jullie zien het helaas niet. Ik zie dat we één kistje hebben gemist in de buitenverdieping. Maar voordat we natuurlijk lang kennen gaan, laat ik jullie natuurlijk al die kistjes die we eventueel zouden missen, laat ik jullie natuurlijk heel eventjes zien. Goed. Eens even kijken, waar moesten we nou ook alweer naartoe? Want volgens mij moesten we nou naar een andere kroonluchter. Volgens mij moesten we nou naar de dier. Moet de knop ingedrukt houden, dank je. Stevie, serieus, maak eens niet zoveel van die fouten. Het is amateurisch en het is absoluut niet nodig. Hoe komen we trouwens ook niet naar die andere kist die daar zou staan? Volgens mij wel. Ik vind het trouwens wel leuk hoe dat je hier Ganondorf's muziekje hoort. Ik bedoel serieus, we hebben ook Ocarina of Time al gedaan, dus jullie kennen de muziek ondertussen wel. Volgens mij konden we daar al naartoe. Even kijken. Trouwens, hangen er nou roepies aan die... Zijn dat van hetzelfde materiaal van roepies? Ik weet niet. Het is een mooie kroonluchter, dat zeker. Hallo! Je hoort nou een kistje te verschijnen. Het kistje wil niet verschijnen. Oh nee, we moeten eerst stuff doen. Oké, was dat... Wil ik misschien stoppen met op de verkeerde knopjes te drukken? Jongens, ik ga nog eens heel eventjes even een kleine... familiarisation doen met de controls. Nee, dat ga ik toch niet doen. Maar ik doe net alsof dat ik dat doe, omdat ik dan een excuus heb om de video netjes af te sluiten. Dus goed, in deze aflevering zijn we toch op weg gekomen. We zijn helemaal... Ja, we hebben het buitenpleintje helemaal gezien. We zijn binnengekomen. We zijn ontvangen door ik weet niet hoeveel monstertjes. We hebben ze allemaal verslagen. Oh mijn nou, monstertjes. Oh, serieus. Het lijkt wel alsof ik 30 aan het worden ben. Jullie hebben dat niet gehoord van mij. Maar goed, we hebben veel voor elkaar gekregen. We zitten hier binnen. En ja, de volgende aflevering gaan we daar gelijk mee verder. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, bedankt voor het kijken, jongens. Doei!